saai worden. De snelheid was eruit en veel herrie maakte die ook niet meer. En dus heeft Sietse zijn motor een tikkie opgevoerd. Maar of zijn buren daar nou zo blij mee zijn? Dit is de nieuwe motor van Siet. Hey! Dank je. Nou, dit is dus de nieuwe motor van Sietse. En hoewel die er indrukwekkend uitziet, werkt die vrij simpel. Het is een gas, we voeren wat lucht toe en ik geef één keer een bougievonk en daar gaat hij. Op de motor staan twee zogenaamde pooljets. Die zijn in de Koude Oorlog door de NASA ontwikkeld om vliegtuigen verticaal te laten opstijgen. Maar voor je driewielen zijn ze ook zeer geschikt, schijnt. De lol is de herrie ook uiteraard, hè? Want daarvoor maak je hem ook. Je weet ook wat er gebeurt en er wordt ook voor gewaarschuwd dat het veel lawaai maakt. Maar dat geeft toch wel een kick en je ziet ook wat voor mensen het trekt. Het geeft gewoon, je wordt hoe ouder hoe gekker, zeggen ze, maar zo is het in feite ook. Hè? Helaas mag Sietse er niet in ons land mee rijden. Daarom wijkt hij waarschijnlijk tot enorme opluchting van zijn buren uit naar Engeland. Er zijn natuurlijk meer idioten in de wereld die dergelijke apparatuur maken en dat moet ook getest worden. En dat is dan eigenlijk het summum om het uit te proberen op die oude vliegvelden uit de wereldoorlog. Tot die tijd blijft het proefdraaien en daarbij is uiterste voorzichtigheid absoluut geboden. Het is echt heel heet hoor. Het is niet te doorgronden hoe warm het spul allemaal is. Zelfs leren pak aan, dat houdt niets tegen. De zaal er ook, de man die smelten, dat is heet zat. Het kan nog gekker. Sietse's volgende project is een turbinemotor. En dat maakt nog meer herrie. Dus Leeuwarden, u bent gewaarschuwd. Hey, Sietse. Sietse! En tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Zometeen Piet's weerbericht.